Hallo en welkom bij vlog 16. Welkom aan alle leuke nieuwe volgers, waarschijnlijk via de post of Sport Rusten. Maar deze vlog gaat niet over hardlopen, maar ik zit op de mountainbike zoals je ziet. Ik ben op weg naar een clinic van de Utrechtse Heuvelrug Triathlon over hoe je nog beter de bochten door kan fietsen onder leiding van Jolien Jansen. Ga je met me mee? We hebben in vlog 10 al gehoord waarom MTB'en zo goed is voor triatleten. Full body workout, je wordt er behendiger van op de fiets en het is een gratis intervaltraining. Dus is het eigenlijk belangrijk om even aandacht te hebben voor je bochtenwerk op de MTB? Eigenlijk denk ik dat je gewoon veel meer kan dan je denkt. Dus om even bewust van te zijn wat je eigenlijk kan en wat je fiets kan, dan kan je gewoon een hele hoop snelheid winnen. Mountainbiken moet je vooral echt lol in hebben, ontspannen en dan gaat het ook een stuk beter. En gewoon de flow te pakken krijgen. Ondertussen is hier de battle aan de gang, daar zo meer over. Ja! Even een kleine onderbreking voor een disclaimer. Blijf vooral kijken, want je krijgt zo maar liefst 7 tips van Jolien Jansen om beter door de bochten te gaan. En aan het eind ook nog wat meer spectaculaire beelden van de battle. En dan kom je er ook achter wat dat eigenlijk was. Maar allereerst wil ik even zeggen, bij het produceren van deze video is niemand of niets gewond of beschadigd geraakt. Iedereen is ongeschonden uit de strijd gekomen en we hebben vooral heel veel lol gehad. En ten tweede, zoals je helaas nog van me gewend bent, komt niets uit deze vlogs tot stand door een betaalde samenwerking of door gekregen producten. Laten we snel teruggaan naar het Leersumse veld. Maar wat zijn nou belangrijkste tips om sneller en beter en met veel plezier door de bochten te komen, jullie? Voor je uitkijken denk ik het allerbelangrijkste, door de bocht heen kijken. Ja. Dus kijk niet naar de bocht, maar waar je de bocht heen loopt. Verder is een actieve houding, niet te veel voorop leunen, maar echt gewoon zorgen dat je nauwelijks je stuur aanraakt. Echt een beetje rechtop, meer dan op de racefiets eigenlijk. Niet te veel remmen, hele belangrijke. En doortrappen. Dus je kan veel meer dan je denkt gewoon vaart blijven houden en niet aan je remmen zitten, maar sturen met je lijf. Dus gewoon je fiets met je lichaam door de bocht heen proberen te krijgen. Ja. Wederom een rijtje tips wat natuurlijk ontzettend makkelijk klinkt als je het zo zegt. Maar doe het maar eens. Ik had een soort van déjà vu. Het leek een beetje op Jan Steehouwer uit vlog 13 op het Pyramide Duathlon parcours. Die ook de tips zo uit zijn mouw schudde. Maar ja, als je het moet doen is het toch anders. Dus vooral dat niet remmen is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus daar ben ik eens even wat dieper op ingegaan met Jolien. Ja. Wat moet ik op dat moment doen of denken? Je kan eigenlijk met je lichaam je fiets erin sturen. Dus je kan je fiets een stuk platter dan je denkt. Dus je kan je fiets schuin leggen door met je lijf te sturen. Waardoor je eigenlijk gewoon de bocht door de bocht heen gaat in plaats van zonder te hoeven remmen. Ga je er gewoon volle vaart doorheen. Dus je denkt remmen, maar je moet hem eigenlijk gewoon omgooien. Ja, omgooien, de bocht doorsturen. En dan gaat het eigenlijk gewoon goed. Tot je verbazing kom je dan gewoon heel uit de bocht door zonder te remmen. Dus dat gevoel moet je krijgen. Ja, dat moet je dus gewoon oefenen. Jij had wel aan het begin van de clinic nog een praktische technische tip. Om de kans van slagen daarbij te vergroten. Want je begon over onze bandenspanning. Ja, nee, dat is super belangrijk. En veel mensen, vooral als je wielrennen gewend bent of tijdrijden, denk je dat het is belangrijk om je banden goed vol te hebben. Bij mountainbiken is hoe minder spanning, hoe meer grip en hoe... Spektakel hier op de achtergrond. Ja. En ik rijd bijvoorbeeld met 1.2 bar voor en 1.5 bar achter. En daarmee, het scheelt gewoon genoeg. Heel veel. Ja, dat is genoeg. En verlies je dan niet ook heel veel snelheid op de wat meer langere stukken of de klims? Ja, dat mee, want als het al enigszins off-road is, heb je gewoon meer snelheid met minder spanning. Dus dat mensen denken dat is minder snelheid, maar dat is eigenlijk meer snelheid. Top. Dus dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hopelijk hebben jullie wat aan. Ja, en ook namens mij natuurlijk. Hopelijk heb jij er wat aan. En waarom laat je me dat niet gelijk even weten? Of misschien heb je nog vragen, of zijn dingen je niet duidelijk, of ben je het ergens niet mee eens? Hieronder staat een grote mogelijkheid om reacties achter te laten. En de afgelopen week gebeurde dat volop op de vlog met Koen de Jong. En ik vind dat superleuk. Ik reageer altijd. En samen worden we zo slimmer en beter in de sporten die we doen. Trouwens, als je nou die beelden mooi vindt, ik wil je van harte uitnodigen om een keer mee te komen fietsen hier op de mountainbike tracks van de Utrechtse Heuvelrug. Als je wil weten waar het is, volg mij dan even op Strava. Dat doen trouwens tegenwoordig heel veel mensen en ik voel jullie druk. Ik was gisteren aan het hardlopen en ik heb me keurig
aan het sportrustenschema gehouden. Want ik dacht opeens, al die mensen kijken mee, dus ik moet het wel netjes doen. Laten we dat maar een positief effect noemen. Als je nou niet in gelegenheid bent om een keer mee te komen fietsen hier op de Utrechtse Heuvelrug, blijf dan vooral even kijken, want de komende minuut neem ik je nog even mee over de prachtige tracks hier. En aan het einde nog een spectaculaire val in de battle. Tot zover, tot volgende week in vlog 17. Hoi! Blijf op je fiets zitten. Maar zorg dat de anderen eraf vallen. Nee, dat is nog even wel goed. Nee hoor, ik zie met name ontbijt. Dat was echt. Ja! En die staat op film. Dus.